Opkomstpercentage van het zaad is goed dit jaar. De eerste week na het zaaien was het hier vaak 25 graden Celsius overdag. Eigenlijk nog iets te vroeg om te verspenen. De diploïden uit pillenzaad blijven achter, zoals hier voor in de bak te zien is. Toch maar begonnen met verspenen. Een paar kruisingen die erg dicht op elkaar staan. De beworteling is goed. Volgende week laat ik er meer van zien. De aardappelen voor mijn Phytophthora-proef plant ik altijd laat om een jong gewas te hebben als de Phytophthora toeslaat. Deze hebben dan ook koel en in het donker gestaan. Eigenlijk staat er al een plant op de knol. Hier de kiem wat de stengel wordt. Met vooral aan de basis de wortels. En de sprieten zijn de stolonen waar later de nieuwe knol aan groeien. Sommige zijn met enkele kiemen losgekomen. Andere met veel meer. Door nu alles eraf te halen, zijn ze allemaal weer gelijk en komen er meestal ook meer kiemen op, wat bevorderlijk is voor de opbrengst. Hier de Agia, een ras met een hele goede kiemrust. Deze topspruit moet eraf om de andere ogen te stimuleren om los te komen. Deze Agia's heb ik al eerder afgekiemd en in de warmte en licht gezet. En dat ziet er beter uit. Bedankt voor het kijken.